Hey, welkom bij een nieuwe beauty call. Eyeliner is iets waar nog altijd heel veel mensen een beetje mee sukkelen. Dus ik heb een paar handige tips. Het is nog altijd niet gemakkelijk en het vergt veel oefening, maar met deze tips ga je toch net iets gemakkelijker kunnen. Zoals altijd begint alles bij een goede basis. En een basis op je ooglid kan je doen met een ooglidprimer. Maar ik gebruik daar meestal gewoon een concealer voor. De concealer die ik ook onder mijn ogen gebruik, die breng ik dan ook gewoon op mijn ooglid aan. En dan daarboven breng ik ofwel een poeder of gewoon meteen een oogschaduw aan. Een goede tip als je nog niet zo gewoon bent om met eyeliner te werken, is om te beginnen met een bruine eyeliner in plaats van een zwarte. Zwart is heel hard en is natuurlijk vrij moeilijk om mee te werken. Als je een klein foutje maakt, dan zie je dat direct en dat moet echt heel strak afgelijnd zijn. Bruin ook, maar toch, je hebt zo net iets meer marge om wat minder nauwkeurig te zijn. Dus een bruine eyeliner is dan eigenlijk een goede manier om daar langzaamaan aan te wennen. Ik ga vandaag een stiftje gebruiken, omdat ik het gevoel heb, als je het nog niet zo gewoon bent of als je een beginner bent, dan is dat echt wel het gemakkelijkste om mee te werken. Dat is gewoon als een pen. En die punt is meestal vrij lang en heel mooi strak in een smal puntje waar je gemakkelijk mee kan tekenen. Ook een belangrijke tip is dat je eigenlijk recht naar de spiegel kijkt. Dus je ziet dat mijn spiegel hier staat, vlak voor mij, eigenlijk echt gewoon in het verlengde van mijn gezicht. En ik zorg ervoor dat ik eigenlijk terwijl mijn oog half open hou. Dat lijkt een beetje moeilijk. Je hebt de neiging om je oog te sluiten en om dan een lijntje te trekken. Maar dat is moeilijker om dan de vorm van je oog te zien en om te zien hoe je dat dan precies moet tekenen. Dus probeer om je oog zo wat half te sluiten en om dan je lijntje te tekenen. Als het de eerste keer is of een van de eerste keren dat je een lijntje trekt, dan zou ik aanraden om heel dun te beginnen. Dus je begint eigenlijk gewoon met een lijntje zo dicht mogelijk tegen je wimperrand en je gaat nog geen wing tekenen. Ik begin ook meestal niet helemaal van binnen aan de binnenste ooghoek, maar eerder zo wat in het midden. En nu voor zo dat dun lijntje ga ik eigenlijk gewoon in korte veegjes werken. Dus ik ga dat niet in één keer doortrekken, maar gewoon kort, omdat dat gewoon zo dicht mogelijk tegen die wimperrand is en je moet nog niet echt een wing. Ja, dat gebeurt dus. Dat leidt mij meteen naar een volgende tip. Als je een foutje maakt, dat is helemaal niet erg. Je kan ofwel, als het er nog maar net is en nog niet helemaal opgedroogd is, dan kan je gewoon een oorstokje gebruiken om dat weg te vegen. Soms is dat al genoeg. Wat je ook kan doen, is een oorstokje met een klein beetje concealer. De concealer die je dan hebt gebruikt op je ooglid. Of, wat ik een fantastische tool vind, is deze remover pen. Dat is eigenlijk een soort van pennetje met een fijne punt dat je kan gebruiken heel plaatselijk waar dat veegje staat en dat doet dat gewoon hop, verdwijnen. Het is weg, niks gebeurt. Dus ik ga verder waar ik was gebleven en je ziet ook dat ik mijn stiftje eigenlijk redelijk vlak hou. Dus ik ga niet zo met die punt tekenen, want dan gaat je punt eigenlijk plat duwen waardoor dat je meer een vlek krijgt. Dus dat is heel belangrijk. Dat je die echt bijna plat tegen je huid legt. En dan stop ik ongeveer als ik aan mijn buitenste ooghoek ben. Een eerste en belangrijke tip is al de richting naar waar dat je je wing trekt of tekent. Heel veel mensen zeggen of je hoort vaak dat je richting het uiterste puntje van je wenkbrauw moet gaan. Maar als je zoals ik zo van die overhangende oogleden hebt, of toch lichtjes, dan kan het zijn dat je punt, doordat je hier met een vouw zit, echt bijna recht naar boven lijkt te gaan. Dus ik zou aanraden, als je eerder kleinere of hangende oogleden hebt, om eerder te richten naar de bovenkant van je oor ongeveer. Dus echt wel ietsje lager dan die punt van je wenkbrauw. En probeer zo dat daar dat lijntje te trekken, zodat dat eigenlijk ietsje rechter staat. Want doordat je oog hier zo wat dicht plooit, gaat dat sowieso al wat naar boven richten. Dus ik probeer eerst mijn uiterste wing te tekenen en dan ga ik de rest opvullen. En ik begin ongeveer zo tussen mijn twee oogleden. Dus niet aan het bovenste van mijn wimperrand, maar eerder naar de onderkant, naar het midden toe. Voilà, ik heb dat nu eventjes snel gedaan, want terwijl praten is nogal moeilijk. Maar je hebt dus gezien dat ik eigenlijk heel licht mijn puntje hier neerduw en dan trek ik dat naar buiten toe en ik laat terwijl los. Dus wat je zeker niet mag doen terwijl je je wing tekent, is de hele tijd evenveel druk zetten tot je uiterste punt. Want je wilt eigenlijk dat die wing zo wat in het niets verdwijnt, dus dat laatste puntje echt heel
heel zacht getekend is. Dus dat doe je door in het begin druk te zetten, maar dan daarna los te laten. Ik ga die nu een klein beetje extra opvullen en dan gaan we die doortrekken naar het midden toe. Zo, dus je ziet dat ik eigenlijk van het midden van die punt heb verbonden naar het midden van mijn ooglid ongeveer. En dan krijg je dat en dan kan je dat eigenlijk gewoon heel rustig opvullen, want je hebt nu gewoon dat buitenste lijntje getekend en dat ziet er eigenlijk perfect uit. Een van de grootste challenges is natuurlijk om beide kanten gelijk te krijgen. De enige tip die ik daarvoor kan geven, want daar is geen regel voor, dat is ook nooit identiek hetzelfde, maar voor je de tweede tekent, probeer gewoon echt heel vaak naar links te kijken of naar rechts te kijken en zorg dat je ongeveer op dezelfde hoogte zit en gebruik hetzelfde richtpunt, dus ook het uiterste van je oor. En als je dat allemaal doet en goed oplet en niet te snel werkt, dan moet dat normaal gezien wel in orde komen. Voilà, ik heb nog mascara aangebracht en nu ben ik klaar. Ik hoop dat jullie iets hebben gehad aan de tips. Ik kan alleen maar zeggen, oefenen, oefenen, oefenen. Het gaat sowieso beter als je het vaak probeert. Maar met deze tips ga ik normaal gezien toch wel iets vlotter gaan. Heel veel succes ermee. Geef de video een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En subscribe op ons YouTube-kanaal. Tot de volgende! Vrij.